Ja, dus echt de prioriteit voor directe versterking, ja, daar kijken we wel naar, maar ja, die is op dit moment niet echt nodig, vind ik. Er zijn een aantal jongens die vanuit de jeugdopleiding ook alweer doorstromen. Er zijn er ook deze week een aantal mee met ons. Nou, we moeten gaan kijken hoe die zich verhouden in de selectie. Wat het niveau is van die jongens. En dan, ja, dan gaan we aan het einde van de rit kijken of er echt nog directe versterkingen bij moeten. Maar op dit moment ja, zie ik dat niet. Nee, want ja, jij leest ook kranten, neem ik aan, en volgt de social media. Er worden namen genoemd, Santelen van PEC Zwolle. Wat kun jij daarover kwijt? Ja, op dit moment niks. Het enige wat ik erover kwijt kan is dat wij altijd kijken naar, naar goede spelers, naar talentvolle spelers. En daar zijn er één van. Maar er zijn er nog veel meer die op onze lijsten staan. En, ja, en het is niet zo raar dat wij als AZ zijnde die spelers volgen.